Jij staat in 2050. Wat doe je dan? Wat voor kleding hebben mensen aan? Visualiseer het voor jezelf. Welke plaats heeft je wie gestaan? Ben ik even benieuwd naar. Die kunnen we eigenlijk wel even doen. Dus zoek elkaar even op. Maak even groepjes. Hier komt er bijvoorbeeld Utrecht te staan. Hier komt Amsterdam. Denk met ons mee over hoe kunnen we dat schaarste probleem oplossen, zodat we ook in de volgende generatie nog steeds mooi wonen, werken, leven is in de provincie. Tegenwoordig zijn er best wel veel ontwikkelingen, ook met bouwen ondergronds. En als je dat, ja, dan kan je gewoon natuur bovenop en wonen in de grond, zeg maar, kan je combineren. Klimaatverandering heeft invloed op iedereen, maar niemand merkt er daadwerkelijk iets van. Er zijn te veel mensen die nog baat hebben bij de leefstijl die we nu hebben. Dat zal echt wel heel lang duren. Dus we gaan, laat ik zeggen, minder ruimte per persoon gebruiken. Wat was je aha-moment hier aan de tafel? Toch wel dat we minder individueel zullen leven, maar meer samen. We vragen jullie om het zo meteen even op te gaan prikken op die zwarte borden daar. Ja, ik vond het wel heel erg mooi, dat zei iemand bij ons aan tafel, dat je van kapitalisme eigenlijk naar gelukskapitalisme zou moeten gaan. Dus dat je niet meer moet gaan om geld, maar juist om geluk en prettig leven.